Dames en heren, de Zoom. Mag ik iets meer? Ja, ik sta hier even bij de Zoom. Ik zal in het midden gaan staan. Want we hebben afgesproken dat ik even een paar vragen ga stellen aan Maarten, de gitarist van deze band. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen? Ja, we zijn bij elkaar gekomen oorspronkelijk uit de Edelwijskapel. Ik kijk even naar Gidi, want die gaat nog heel lelijk kijken naar mij. Dat ik me daarin verspreek. Een aantal muzikanten van ons die speelt bij de Edelwijskapel in Bergijk. En die wilden wel eens iets anders, een ander soort muziek ook. En door de jaren heen zijn daar andere muzikanten bij aangesloten. Want zo gaat het in de meeste clubjes, in de Jeu de Boel wereld ook, denk ik. En in de Karpervis wereld. Iedereen kent elkaar een beetje. En zo zijn wij bij elkaar gekomen. Heel mooi. Waar komen jullie vandaan? Ja, wij zeggen altijd hier uit de regio. Wij worden in de acht zaligheden ook wel de zeven heerlijkheden genoemd. En hier op links voor jullie staat de man met Middelbeers bloed. Jullie kennen hem allemaal. Sjaak Kolsters. Dan hebben we een drietal uit Veldhoven. Beetje Zeelst, beetje Oers, maar ik noem het maar even Veldhoven. Op trompet Jeroen Troost. Op bas Bart van Rooij. En op trombone Marco Rozen. Nou, dan mijn collega Vessemnaar, Gidi. Ik hoop dat hij niet al te boos is vanwege de verspreking. Gidi Ansems op trombone. En dan op accordeon en zang uit Oorschot. Mensen kennen hem misschien toch wel. Arie van den Broek. Nou, een zevenkoppige band met mooie instrumenten. Ik mis alleen een drummer. Ja, wij doen niet aan slagwerk. Oh. Nee, daar zijn vaak niet zo, met alle respect, niet zo mensen waar wij goed mee door een deur kunnen. Dus wij doen het lekker zonder. En het leuke is, en de mensen moeten het misschien straks maar even proberen voordat ze onder invloed zijn van het Andreas bier. Maar als je je ogen dicht doet, hoor je wel slagwerk. Dat is knap. Hoe gaat dat? Ja, dat vangen wij op een andere manier op. Oké. Dat zit deels in de bas, dat zit een beetje in de gitaar, een beetje in de accordeon, maar niemand mist hier vanmiddag slagwerk, dat beloof ik. Ah, helemaal goed. Spelen jullie alleen maar covers? Wij spelen veel covers, maar altijd wel met eigen teksten. Zo, knap. Wie maakt die? Die maak ik dan meestal zelf. Heel goed. Thuis of onderweg. En een aantal liedjes schrijven we zelf. We hebben een paar bijzondere liedjes over dingen die ons raken. En eens in de zoveel jaar dragen we iets bij aan carnaval. Dus dan doen we een carnavalsliedje. Heel mooi. Waar treden jullie op? Ja, trouwens, ik hoorde gisteren op een groot VDL-feest. Gisteren op het personeelsfeest van VDL. Er waren wel 10.000 mensen en Jan Smit was daar één van. Toen straks waren er nog 7.000. Maar 7.000? Nee, ik heb ze echt niet flauw doen, maar... Maar ik wilde eraan toevoegen, die stonden niet allemaal bij ons. Hoor. Oh, oké. Okay. Nee, maar goed. En nu staan we hier en we staan op allerlei kleine festivalletjes in de regio. Op feesten, op bruiloften, op bedrijfsfeesten. Zijn jullie te huur en niet te duur? Wij zijn te huur en niet te duur. Kijk. De enige hobbel die te nemen is onze penningmeester Gidi. Maar die is heel handig. Oh, daar houden wij van. We zijn bijna toe aan de pauze. Wij vinden het heel fijn als jullie nog een nummer willen spelen. Welk nummer gaat dat worden? Wij gaan een liedje spelen over het bier uit Versum. Oeh. Ik wist niet dat zo gevoelig achter het Andreas stukje kwam. Ja. Dat wordt namelijk ook gebrouwen aan de oevers van de Beerzen. Ja. He, dus uiteindelijk, en het smaakt ook wel een beetje even lekker. Dus, ja, jullie hebben het geproefd. Het was goed, hè? Ja, zeker, absoluut. Ja, het is een aanrader. Dus het lied dat wij gaan zingen over Beerse bier is echt niet bedoeld om jullie van dit bier af te praten. Maar mocht het op zijn, in Versum hebben we Beerse bier. Helemaal goed. Dankjewel alvast voor zover. Ik vraag aan jou om het volgende nummer aan te kondigen. En daarna hebben we lekker even pauze. En straks meer van jullie. De Zoom! Ja, daar hoef ik niet heel veel meer over te zeggen volgens mij. Want het gaat dus over Beerse bier, gebrouwen aan de oevers van de Beerzen, daar waar jullie ook wonen. En het is een bier om te vieren of te troosten. De zon zijn kracht verliest, de fabriek de poorten sluit,
komen wij weer bij elkaar. Rusten samen even uit. Hoe is het met jou? Hoe was je dag? Ach, ik doe het maar rustig aan. Ik weet dat ik niet klagen mag. Uiteindelijk heb ik alles toch maar weer doorstaan. De wonderenwandel van het leven brengt ons toch weer samen hier. Aan de oevers van de Beerse, trijkelaat van het Beerse bier. Alweer een reden om te proosten, want kameraden zoals wij, om te vieren of te troosten, daar hoort een Beerse bij. Allemachtig, wat zijn we druk met wat een ander van ons vraagt. En we vergeten het geluk, gevoel dat diep van binnen knaagt. Altijd maar vlug, altijd maar razen. Soms hou ik liever eens even stil in deze kroeg, mijn oase, waar ik het leven weer eens even proeven wil. De wonderenwandel van het leven brengt ons toch weer samen hier. Aan de oevers van de Beerse, het rijke land van Beerse bier. Alweer een reden om te proosten, want kameraden zoals wij, om te vieren of te troosten, daar hoort een Beerse bij. La 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 la. Troosten, daar hoort een Beerse bij. Dank jullie wel.